President Chandrika Prasad Santokhi besprak op 7 oktober 2024 met het visserscollectief oplossingen voor duurzame verbetering in de volksvisserij. De prioriteit ligt bij het voorkomen van blacklisting door de Europese Unie. Het visserscollectief, geleid door Willem Mohamed Hussein, vroeg aandacht voor transparantie rond visvergunningen, over bevissing, veiligheid op zee en de behandeling van de vernieuwde visserijwet. President Santokhi benadrukte de samenwerking tussen de overheid en coöperaties om invoerrechtenvrij inputs binnen te halen en veiligheid op zee te versterken. 7 Braziliaanse voortvluchtigen, vermoedelijk onderdeel van een internationale criminele organisatie, zijn gisteren gedeporteerd vanuit Suriname naar Brazilië. Na intensieve samenwerking met de Braziliaanse federale politie werden ze door het justitieel interventieteam gelokaliseerd en met steun van het Nationaal Leger gearresteerd. Vanwege hun criminele achtergrond en illegale verblijfstatus in Suriname zijn ze uitgezet als persona non grata. De actie benadrukt Surinames standpunt tegen het bieden van onderdak aan internationale criminelen. Vandaag op World Mental Health Day wordt wereldwijd stilgestaan bij het belang van mentale gezondheid, vooral op de werkvloer. Dit thema vereist nog veel aandacht, omdat goede mentale gezondheid essentieel is voor productiviteit en fysieke welzijn. Het ministerie van Arbeid is met steun van Volksgezondheid en Onderwijs bezig om mentale gezondheid op de werkvloer in kaart te brengen en richtlijnen te ontwikkelen. Daarnaast zet het ministerie zich in voor suïcidepreventie bij jongeren. Bewustwording en acties zijn hierbij cruciaal om vooruitgang te boeken.